7 en 8 jaar. Ik stel aan jullie voor, Nori, Sophie. Indy de Leij. Kim Dijkmans. Estelle van Ingen. Amber Blom. Lonneke Heesemans. En de lijster in de competitie, Isa van der Velde. Oh, vervelend nog altijd daar voor die dame uit Geldermals, Amber Blom. Dat kost haar een plekje denk ik hier in die finale. Maar ja goed, het is eenmaal BMX en dat kan gebeuren. Van der Velde is alweer los hier na het eerste stuk. Neem met haar mee de 2-0-9 plaats van Lonneke Heesemans. Vandaag ook heel sterk hoor. Gaan we kijken naar de Maas als ster. Ja, Indy de Leij op die derde positie. Mooi veilig, lekker sterk. En dat zijn we nummers 1, 2 en 3. Het komt natuurlijk wel dat Geldermals zich op dit moment niet mee kan vermoeien. Dat hij helaas gevallen is. En je hoopt natuurlijk volgende week weer terug te zien in Valkenswaard. Vooralsnog is er in ieder geval de winnares voor vandaag. Dus naar alle waarschijnlijkheid zal het zijn Van der Velde. Zoals ze dat het hele jaar eigenlijk al aan het doen is. De tweede plek gaat het 2-0-9. En de winnaar is van Lonneke Heesemans. Achtervolgd door Indy de Leij. Dat zijn er dus 1, 2 en 3 in deze A-finale. Bij de girls 7 en 8 jaar oud. Maar je hebt die wel gezien dat je eerst verteld.